Dit is de laatste dag in Bosnië en we hadden gisteren de bruiloft. We zijn weer terug in Jassé en voor lunch had ik een broodje besteld. En Chris bestelt altijd een mixed grill als hij niet weet wat hij wilt. Na het eten gingen we even naar de supermarkt toe. We vinden het echt altijd zo leuk om naar de supermarkten te gaan als we op vakantie zijn. Je kan een beetje zien hoe ze eten en wat ze kopen. En low-key vergelijk ik het altijd met Nederland. Ze hebben hier zoveel keuze aan gedroogd vlees, brood, witte kaas, echt van alles. Ik wilde hier zo graag boodschappen doen, maar we gaan morgen helaas al weg. Dus het wordt alleen maar een drankje en een snackje. Later in de middag nam Maria ons nog naar de place to be. In de zomer is dit helemaal vol met mensen. Je kan hier chillen, zwemmen, eten. En het is gewoon zo mooi om naar te kijken. Al deze watervallen. Waar je ook kijkt, je hebt een waterval. Het is zo rustgevend. En dan heb je Chris. We gingen er nog wat rondlopen en genieten van de natuur. Beetje toerist uithangen en we zagen een fucking slang. Hij was volgens Maria niet giftig, maar nee, dank je. We kregen een beetje trek, dus we gingen naar een restaurant naast het meer eten. Natuurlijk hadden we ook brood en nog een paprika dipje. Ik had een geroosterde koolsvlees, Maria had een schnitzel met kaas en ham. En Chris had een mixed grill. We vonden het allemaal zo lekker en het eentje ook. Het was echt zo leuk, tot de volgende keer Bosnië.